De drijvende ijsbaan in het centrum van Leiden was vandaag enkele uren exclusief geopend voor een bijzondere doelgroep. Onder de noemer Skating Blind gingen blinden en slechtzienden met een buddy het ijs op. Ja, het is lekker hier op de baan. We zijn in de zijkregen naartoe gekomen, maar hier onder het dak is het lekker schaatsen. Wij doen vaak hand in hand bijvoorbeeld. Of je pakt elkaar schouder even vast. En door middel van mondelinge aanwijzingen inderdaad naar links, naar rechts. Of er schaats iemand voor je. Of zo doe je dat dan. En dan kom je er wel hoor. In 2019 was er bij Running Blind iemand en die zei van goh, wat lijkt het me leuk om nog eens een keer te schaatsen. En toen hebben we in 2019 een pilot georganiseerd om te kijken hoe is het überhaupt om te schaatsen met een buddy erbij als je zelf weinig tot niets ziet. En ja, dat ging eigenlijk helemaal goed. En vorig jaar daar voor het eerst groots aangepakt en echt mensen vanuit verre omtrek die komen schaatsen. Ja, bijzonder. Heel lang geleden dat ik geschaatst heb, maar het gaat lekker. En is het niet eng? Het is best wel eng, ja. Maar nu ik even een paar rondjes gedaan heb, gaat wel. Maar ik durf nog niet zonder mijn dingetje. Nee, dat niet. En hoeveel rondjes hebben jullie al geschaatst? Ik weet rondjes niet. Ik zat net op Strava te kijken. We zitten al op 2,5 kilometer. Dus we zijn lekker bezig.